Welkom, mijn naam is Sandra IJsbrandy en ik ben gek op groenten. Ze verdienen een hoofdrol op je bord, want ze zijn super gezond en heel erg lekker. Ik ga je vandaag laten zien hoe je met die heerlijke groenten een super snelle nasi maakt. Met een pinda kokoscrunch. Een ui snijden, één keer doormidden. En dan leg je hem op de snijkant op je plank. En dan ga je hem insnijden. Twee keer zo. Dwars door. En daarna zet je de punt van je mes op je snijplank. En ga je er zo doorheen. Ik heb hier kokosvet in de pan. Kokosvet is echt een super vet om in te bakken. Kokosvet is een plantaardig vet. Het is verzadigd. Dus heel stabiel. En het past natuurlijk heel erg goed bij een gerecht als nasi. Nou, als het gesmolten is, dan kan ik een uitje erbij doen. En die ga ik dus echt eventjes een minuut of 18 rustig laten bakken tot die mooi kleur krijgt. Wat ik gedaan heb ter voorbereiding is rijst koken. Die zit hier in de pan. Dus die heb ik al gekookt, die heb ik droog laten stomen. En die is mooi afgekoeld. En dat vind ik eigenlijk het allerlekkerste voor nasi. Als je werkt met rijst die al gekookt is en afgekoeld. Want dan kun je hem daarna zo lekker bakken. Zolang het uitje rustig aan het bakken is, ga ik aan de slag met de andere smaakmakers. Knoflook, rode peper en serré. En ik heb hier een vijzel staan, want ik ga het eventjes heel mooi fijn vijzelen. Tot een soort van pureetje of pasta. En dat noemen we ook wel een boemboe. 1 teen knoflook. Ik krijg hem natuurlijk best wel goed fijn in de vijzel. Maar ik snij het toch een beetje grof van tevoren. De rode peper. 1 keer doormidden en ik neem de zaadjes gewoon mee. Ik vind het gewoon best wel lekker als het een beetje pit heeft. Wil je niet zoveel pit, dan haal je de zaadjes eruit. Zo. De serré, ik haal het buitenste blad eraf. Dan haal je de zachte witte kern eruit. Dat snijd ik fijn. En dan doe ik dit in de vijzel. Gember. Ik haal de buitenkant het schilletje eraf. Ik snijd ook de gember in stukjes. En dan zijn dit de smaakmakers van onze snelle nasi. De vijzel erbovenop. En dan stamp je dat tot een puree. Nou, het is een hele mooie pasta geworden inmiddels. Natuurlijk heel erg lekker als je het echt gewoon goed vijzelt. Dat het mooi fijn is. Want anders heb je al die stukjes in je mond. Maar dit is echt een prachtige, prachtige boemboe geworden. Dat moet gewoon ook even meegaren. Want dan ontwikkelt die smaak zich. Oh, het gaat nu al lekker ruiken. Rustig laten bakken. Dan heb ik de tijd om met de groente aan de slag te gaan. Ik begin met de wortel. Ik heb ze goed geboend. Dan hoeft de schil er niet af. En daar ben ik een voorstander van. Want juist die schil geeft weer smaak en behoud van voedingsstoffen. Eens even kijken. Dit gaat in één keer even in het kommetje. Dan heb ik nog de sperziebonen. Nou, daar moeten we de puntjes van afhalen. Hoe ik dat altijd doe, is eventjes zo tegen elkaar aanleggen. Dan heb je in één keer van heel veel sperziebonen de puntjes eraf. Nou, en dan vind ik dit iets te groot voor in de nasi. Dus dan haal ik nog even een paar keer mijn mes er doorheen. Zo, en als het dan goed is, is die boemboe lekker gebakken. Hij ruikt in ieder geval heel erg goed. Beetje pit, dat voel ik aan mijn neus. Maar ja, ook dat hoort bij nasi natuurlijk. En dan kunnen al die groentes zo in de pan. Dus dan roerbak ik die groenten. Lekker met die smaakmakers, dus met die boemboe. Een minuut of 5. En dan kan de rijst erbij en een beetje sojasaus. Ja, en wat we dan eigenlijk alleen nog moeten doen is de pinda kokoscrunch maken. En natuurlijk een lekker eitje bakken. Nou, voor de pinda kokoscrunch heb ik hier pinda's. Koop ze ongebrand en ongezouten. Even een paar keer je mes doorheen halen dat ze grof gehakt zijn. Want het wordt echt zo'n lekkere crunch erbovenop, bovenop die nasi. Dat maakt die nasi gewoon extra speciaal. In dit pannetje mag een beetje kokosvet. En als het kokosvet gesmolten is, dan kan ik de pinda's in de pan doen. En ik doe eerst de pinda's en daarna de kokos, want kokos verbrandt heel snel.
kokos eroverheen. Door elkaar roeren. En dan bak je het totdat de kokos goudbruin ziet. Dus hou het even goed in de gaten. Of het al een beetje gaar aan het worden is. Nou, ik hou ervan als die groenten niet helemaal zo door en door gaar zijn. En dus heel pittig. Maar er komt natuurlijk nog rijst bij. Dan mengen we dat er doorheen. En ondertussen, kijk, deze crunch is ook mooi goudbruin geworden. De kokos is gekleurd. Nou, en dat is eigenlijk het enige wat we nog moeten doen, is eitjes bakken. Beetje sojasaus er doorheen. Pietje zout. Altijd proeven je eten. Altijd even kijken of jij het ook echt lekker op smaak vindt. Nou, zo is het helemaal een topnasi geworden. De crunch zal ik even in een kommetje doen, want dan kan ik het pannetje gebruiken weer voor het bakken van de eieren. Wat is een nasi zonder een gebakken eitje? Klein beetje vet in de pan. En als dat gesmolten is, bakken we daar zo'n heerlijk eitje in. En dan de dooier, een beetje zacht, hè? Dat zo lekker zo over die nasi uit gaat lopen. Zout en peper op het ei. Ja. Dat knalt eruit, hè. En er zijn natuurlijk ontzettend veel versies van nasi. Iedere familie, iedereen doet het op zijn eigen manier. Maar maak hem in ieder geval zelf. Met zelfgesneden groenten. Eigen gemaakte boemboe of kruiden. Nou, zo'n lekkere crunch, ja, dat vind ik dan heel erg leuk. En dan serveren we dit erbij. En ja, wat natuurlijk ook heel erg lekker is als je van heel veel pit houdt. Nog een klein beetje sambal. Een supersnelle nasi, bomvol verse groenten. Eet smakelijk.